De documentaire Voetbal is Oorlog was zaterdag 29 september te zien op televisie. Vanaf 5 oktober is hij ook te zien in filmhuis O42 te Nijmegen. Wij hebben gevraagd waarom u deze film ook in de bioscoop zou moeten gaan zien. Ja, dat is een hele goeie, want ik vind eigenlijk dat de bioscoop de beste plek is om mooie films te bekijken. En als ik één ding kan aanbevelen, is het deze film, want het is een prachtige documentaire. Het is bijna meer dan een documentaire, het is gewoon drama. Maar er komt nog wat anders bij. En dat is dat deze film weliswaar al op tv is geweest. Maar Hans Heijnen, de regisseur, heeft ook een director's cut gemaakt. Hij heeft een wat langere versie gemaakt. En in deze langere versie komt Groesbeek veel beter uit de verf. Daar komt namelijk de voetbalstrijd tussen aan de ene kant Achilles en aan de andere kant Treffers veel beter uit de verf. En er komen ook veel meer mensen uit Groesbeek in beeld. En ik kan me heel goed voorstellen dat er diverse mensen uit Groesbeek de film nu op tv hebben gezien en hebben gezegd: verrek, ik was toch een beeld, ik heb er ook mee gedaan in die film en ik was niet te zien. Dat klopt, dat heeft Hans Heijnen samen met de NOS eruit moeten knippen, omdat die film maar 80 minuten uitgezonden kon worden op tv. Maar de versie die wij gaan draaien vanaf 5 oktober is een stukje langer. To turn away, leave.